Het 8 december proces anno 2017. Dit was de titel van de dinsdagavond verzorgde lezing door Hugo Esset, advocaat en gemachtigde van de nabestaanden. Hij deed dat op verzoek van de kenniskring in het Lalaroek-gebouw. Esset begon zijn inleiding door te stellen dat het de grootste leugen van de vorige eeuw is dat de 15 politieke tegenstanders met militaire middelen de toenmalige regering omver wilden werpen. De slachtoffers waren tegenstanders van de toenmalige regering en van een coup was er absoluut geen sprake, zegt Esset. Hij behandelde het strafproces op chronologische wijze, waarbij hij de verschillende hoogte- en dieptepunten in het proces de revue liet passeren. Eén dieptepunt daarbij was het aannemen van de gewijzigde amnestiewet van 2012. Esset praat zelfs over aanvallen van de wetgevende en uitvoerende macht op de rechterlijke macht. Wat is de verhouding tussen de drie staatsmachten? En het is in zoverre een bijzonder leerrijke periode wat mij betreft. Omdat je ziet dat, als ik het nou even simpel in mijn woorden mag zeggen, er twee aanvallen van de één van de wetgevende macht, de amnestiewet. Daarna een aanval van de uitvoerende macht, het bevel op grond van artikel 148. Beide zijn door de rechterlijke macht gemotiveerd, naar mijn bescheiden oordeel, afgeslagen om het maar in strijdtermen te zeggen. Dat is heel vergaand in de zin, want dat is de essentie van ons staatsrecht. Inleider Esset ging ook in op het requisitoor van de auditeur militair Roy Elgin, dat vandaag gepresenteerd zou worden aan de krijgsraad. Volgens de advocaat is het requisitoor niets anders dan het beoordelen van de feiten en de bewijsmiddelen door de auditeur militair. Ik houd eigenlijk in het beoordelen van de feiten en de bewijsmiddelen die gedurende het vooronderzoek als mede gedurende de behandeling ter terechtzitting aan de orde zijn geweest. De officier zou daar een beoordeling aan geven. Hij zou vaststellen of er zijn inzien sprake is van schuld aan het strafbaar feit dat verweten is. En vervolgens, in de meeste gevallen, als er schuld wordt vastgesteld, dat er dan ook daarbij een strafeis hoort. In de zin van een gevangenneming of andere maatregelen. Even een klein uitstapje of een toespitsing. Dat requisitoor leuk is dat de advocaat van de hoofdverdachte, mijn collega Kanhai, op een bepaald moment heel expliciet heeft aangegeven dat volgens hem het requisitoor aangehouden is. En dat was voor hem heel principieel. En dat op het moment waarop de auditeur militair de gelegenheid kreeg van de krijgsraad om zijn requisitoor te houden. En hij toen zei, mag ik daar even mee wachten, want ik heb een bevel van de openbaar, van de procureur-generaal gekregen. En ik voel me genoodzaakt om dat bevel uit te voeren en dat naar u over te brengen. Hugo Esset, advocaat tevens gemachtigde van de nabestaanden van de slachtoffers in het 8 december proces. De zaak is vanmorgen door de president van de krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, tot nader orde uitgesteld. Er is namelijk hoger beroep aangetekend door het Openbaar Ministerie tegen het besluit van de krijgsraad om de rechtszaak voort te zetten. De bedoeling was dat auditeur militair Roy Elgin vandaag zijn requisitoor zou houden. In afwachting op de beschikking van het beroep heeft de krijgsraad de zaak tot nader orde verdaagd.